Dames en heren, hartelijk welkom aan Soetbeek Programma en Fox bij dit actualiteitscollege met als titel Japan, twee gezichten van een ramp. Maar welke ramp dat is, dat weet je natuurlijk. De kranten hebben daar en de media hebben daar de afgelopen week boven gestaan. Op 11 maart, jongstleden, twee weken geleden, werd Japan getroffen door een soort drievoudige ramp. Eerst een aardbeving met kracht 9.0. Die maat zegt mij niks, maar dat is een hele krachtige aardbeving. Die werd gevolgd door een tsunami, een grote vloedgolf die de grote delen van de kust van Japan overstroomde. En tot overmaat van ramp werd ook nog een groot kerncentrale complex getroffen. En met de gevolgen daarvan zit het nog steeds en hoe dat gaat aflopen, dat is nog zeer, zeer onzeker. En veel mensen hier hebben ook denk ik met een beetje verbazing gekeken naar hoe daar in Japan op gereageerd wordt ook. In veel landen, als daar een ramp gebeurt, en ik zou niet durven zeggen dat dat in Nederland niet het geval is, wordt dat vaak gevolgd door een periode van chaos, waarin mensen proberen te vluchten en te plunderen. En er gebeuren allerlei agressieve en gewelddadige dingen. En de politie moet erbij komen en soms moet het leger ingrijpen om de orde te handhaven. In Japan is daar allemaal geen sprake van. Het ziet er allemaal heel ordelijk uit, zeker gegeven de ongelooflijke omvang van deze ramp. Zijn Japanners nu anders dan wij? Zijn Japanners toch een beetje bijzonder? Sommige mensen zullen zeggen ja, anderen zullen zeggen nee, want alle Japanners zijn natuurlijk allemaal weer verschillend. We gaan het er vandaag over hebben en we hebben twee sprekers die daar hun bericht over laten schijnen. De eerste is Paul van der Velde, die is hoogleraar boeddhisme en hindoeïsme hier aan de universiteit. En hij zal zijn licht laten schijnen over de boeddhistische achtergronden van Japan, de manier waarop Japanners in het leven staan. De tweede spreker is professor Lex Kools, is emeritus hoogleraar psychoneurofarmacologie. Ik heb al 20 jaar, maar goed, 20 jaar lang over stotteren. Aan de Radboud, aan de UMC Sint Radboud. Maar hij is ook sinds de jaren 80 verbonden aan de Nihon University in Tokio. En hij is dus al meer dan 20 jaar, elk jaar een paar keer voor langere periodes in Japan. Hij kent het land heel goed en hij zal zijn visie geven op de manier waarop Japan hierop gereageerd heeft. En hij zal daarbij niet alleen de bijzondere dingen vermelden, maar ook de dingen die waarschijnlijk minder gunstig zijn aan de Japanse cultuur en Japanse samenleving die te maken hebben met deze ramp. Na hun lezing is er nog gelegenheid voor vragen en discussie. En ik zou zeggen, verzamelt u die vragen en al uw opmerkingen terwijl u dat luistert. Ik geef eerst het woord aan Paul van der Velde over boeddhisme. Ben ik te horen op deze manier? Gaat dat goed? Ja? Oké. Japan is getroffen door een tsunami. Ik kende zelf het woord tsunami niet voor 2004, toen een groot deel van Zuidoost-Azië door een enorme tsunami werd getroffen. Sindsdien wordt het woord te pas en te onpas gebruikt in, naar mijn onsmakelijke vergelijkingen. We kennen ze hier in Nederland met name in de politiek. En die vergelijkingen worden nog onsmakelijker als je ziet wat er zich aan gruwelijkheden voltrekt in de gebieden waar tsunamis toeslaan. Terwijl de Nederlandse problemen met tsunamis worden vergeleken, een soort lentepiesjes in de Efteling zijn. Maar wij Nederlanders houden van vreemde vergelijkingen. Als de zon weer schijnt, verschijnen ze klein worden. Het zonnetje mag weer schijnen. En kijken naar wat voor natuurgeweld de zon iedere dag wordt geboren. Met een ochtendrood als bloed en de nevels als vliezen die worden doorbroken door de nagels van de stralen. Het was Johnny de Selfkicker, hè? Die sprak over de magistrale, stralende zon. Dan Japan, het land van de reizende zon. Wat impliceert de tsunami nu voor Japan? Een enorme humanitaire ramp. Er zijn duizenden doden waarvan de meesten van velen nog niet geïdentificeerd zijn. En er zijn talloze vermisten die misschien wel nooit meer worden teruggevonden. Na de tsunami kwamen de problemen met de kerncentrales en de implicaties daarvan zijn nog maar slecht te overzien. Beton erover en 5000 jaar niet meer komen, hoorde ik recent een deskundeloog stellen. Japan is tot diep in de ziel geraakt. We zien beelden van de verwoesting die natuurgeweld heeft aangericht. En de Japanners lijken het geheel gelaten te ondergaan. De overlevenden lijken emotieloos te spreken over het verlies van geliefden en van hun bezittingen.
Uiteraard is dit weer een dierbare voedingsbodem voor Oost-West-constructies. Japanners als mediterende boeddhisten zouden dit geheel en al uit hun geestelijke leven kunnen plaatsen. En de natuurwet van het karma zou daarvoor zorgen dat de lost souls weer hun bestemming vinden. Het is zoals het is, het leven voltrekt zich en waar wij ons in tranen zouden storten en oneindig zouden gaan praten in gespreksgroepen en therapieën, zou de eeuwenoude Oostse mentaliteit dit alles na de allereerste verbijstering eenvoudig weg kunnen plaatsen. Bovendien, zo hoorde ik recent in een gesprek onder Nederlandse neo-boeddhisten, Japan heeft de zen-traditie en daarmee leert men te leven in het nu. Een tsunami is dan nu alweer geschiedenis en het nu schrijft Japan ervoor te leven in wat zich na de tsunami voordoet. Japanners zouden het als geen ander kunnen. Dit is een van de vruchten van hun bijna ingeboren mindfulness, zo hoort men. Dit soort gedachten horen uiteraard tot de hogere waanzin. Japan is zwaar getraumatiseerd. Het leed is niet te overzien. Wat er zich binnenkamers voltrekt, onttrekt zich aan onze waarneming. Belangrijk in Azië is echter naast het gedeelde verdriet, de gedeelde stilte. Het verdriet is er zonder meer. In Aziatische vriendschappen heb ik al heel vaak gemerkt dat een van de belangrijkste aspecten de nabijheid is. Het komt nog eens voor dat je van vrienden in Azië, zelfs van zeer goede vrienden, niets meer hoort zodra je het land hebt verlaten. Dat zegt evenwel niets over de diepgang van de vriendschap. Die gaat verder zodra je elkaar weer ziet. Wezenlijk is echter de nabijheid. En het is diezelfde nabijheid die Japanners hun verdriet delen. Maar alles komt ervoor. Er wordt getreurd, er wordt gehuild, er wordt gewanhoopt. Daar kunnen we zeker van zijn. Die gedeelde stilte is overigens niet uniek Japans. Soms bestaat er zelfs een apart woord voor. In het Hindi bestaat het woordje akroosh. En akroosh betekent de schreeuwende stilte. Wel is het zo dat het leed slecht kan zijn voor een ander. Het verhaal over het leed lijkt een ander uit balans en dat wil je een ander niet aandoen. Vertoon van verdriet kan de medemens naar beneden trekken. Japan is een van de meest geseculariseerde landen in Azië. Tegelijkertijd zijn er ontzettend veel kleine sekten en alternatief spirituele genootschappen in Japan actief. De traditionele religie is echter ook nadrukkelijk aanwezig, maar er zijn heel wat Japanners die maar één keer per jaar ooit een tempel bezoeken. Trouwen doe je twee keer. Eén keer Shinto en één keer christelijk. En dat christelijk doe je met name voor de foto's. De daarbij optredende dominee of priester moet als het even kan er wel wat westers uitzien. En heel wat exchange studenten verdienen wat bij door enkele gewijde teksten te spreken bij zo'n gelegenheid. Toch voltrekt er zich heel wat aan de horizon van het Japanse denken op het moment. Japan als land heeft een mythische afkomst in de ogen van vele Japanners. In het begin was er een ei. Uit dit ei kwamen zeven generaties en ook een man en een vrouw, Izanagi en Izanami. Ze roerden in de kolkende lava van de chaos en een druppel daarvan viel in de oceaan. Broer en zus waren deze twee en ze huwen en stellen een pilaar op tussen hemel en aarde. De liefde hebben ze afgekeken van twee tochtelduiven, de bewegingen die erbij horen van een kwikstaart. Izanami baarde de Japanse eilanden en een aantal goden. Ze stierf bij de geboorte van de vuurgod. Uit haar ontlasting, purine en braaksel, werden de goden van klei, water en metaal geboren. Ze stierf en Izanagi volgde haar naar de onderwereld. Hij mocht haar echter niet aankijken, maar toen hij dat met liefde en verlangen toch deed, zag hij haar lichaam, dat nu helemaal vol met naden zat. Izanami schaamde zich en stuurde de furies van de onderwereld achter hem aan. Hij blokkeerde de onderwereld met een steen en sprak de echtscheidingsprocedure uit. Izanami zwoer dat zij 1000 mensen per dag zou doden. En hij zwoer toen dat hij 1500 mensen per dag zou bijmaken. Izanami waste zich in de rivier de Tachibana. De obsessie met reinheid van het Shintoïsme zou uit deze reiniging voortkomen. En daarbij kwam een kami vrij. Geesten die fenomenen belichamen. Amaterasu, de zonnegodin, kwam uit het linker oog van haar vader. Susanoo, de windgod, kwam uit zijn neusgaten.
Amaterasu kreeg de hemelse velden toegewezen, Susanoo de zeeën. Hij was hier echter niet gelukkig mee en op een dag kwam hij bij haar op bezoek en hij misdroeg zich, hij krijste en hij wierp een gevild veulen te midden van de weefsters van Amaterasu, die net konden gebaar aan het maken waren. Een meisje prikte zich met een naald in haar geslachtsdeel en stierf. Amaterasu trok zich woedend terug in de grot van Ise. De goden, de Kamis, wilden haar wel uit die grot krijgen en besloten Amma no Uzume, de vreselijke hemelvrouw, een dans te laten uitvoeren. Amaterasu kwam kijken en toen werd er een spiegel voor haar gehouden, omdat werd gezegd dat er een tweede Amaterasu was verschenen en ze dulde geen concurrentie. Amaterasu werd toen heel kwaad en ze werd gevangen toen ze haar spiegelbeeld wilde grijpen. Ze werd gevangen door een andere Kami, de geest met de sterke handen. De zon kwam weer op en de zon is daarmee in het Japans vrouwelijk. De keizers van Japan stammen uit deze familie, uit dit geslacht. En Japan heeft nog enkele bezittingen uit de mythische oertijd. De spiegel van Amaterasu wordt bewaard in Ise, een zwaard in Nagoya en de juwelen van haar in Tokio. De keizer heeft door zijn goddelijke afkomst rechtstreeks te maken met de stabiliteit van het land. De Kamis bewaken het land en het leven in Japan. Ze hebben het land voortgebracht en belichamen verschillende onderdelen waar het universum uit bestaat. En precies zo belichamen deze natuurverschijnselen, de Kamis. De Kamis waar het Shintoïsme mee bezig is, bevestigen het leven. Het later ingevoerde boeddhisme is met name bezig met de dood. De meest extreme ervaring binnen de Japanse cultuur rond de macht van de Kamis voltrok zich tijdens de Mongoolse invasie van 1274 tot 1281. De Mongolen hadden een vloot gebouwd om het arrogante Japan te vernederen, maar de vloot ging ten onder in een aantal stormen. En die stormen waren losgelaten door de stormgod, die ook de naam Kamikaze draagt, een term die nu wat andere bijsmaak heeft. De keizer zit in deze lijn van voorstellingen en gedachten. Weliswaar heeft de keizer na de Tweede Wereldoorlog afstand gedaan van zijn positie als Kami, maar voor vele Japanners blijft hij toch deze gedachte belichamen. Waren de Kamis ontstemd en is een tsunami daarvan het gevolg? Was er een groot conflict onder de Kamis? Shinto bevestigt het leven, het Japanse boeddhisme is bezig met de doden, dat noemde ik al. Soms ontmoeten beiden elkaar. Amaterasu is gelijkgesteld aan de prominente oerboeddha Wairocana. Een Japanse begraafplaats bestaat doorgaans uit plekken waar urnen zijn begraven en gecremeerde resten van het voorgeslacht. Het voorgeslacht verdient respect en waardering. Het wordt vereerd met bloemen en voedsel. Op speciale feestdagen en boeddhistische monniken zijn als geen ander in staat de verdiensten en geschenken aan de overledenen door te geven. Bij de massabegrafenissen, zoals die zich nu na de ramp voltrekken, zijn er ook boeddhistische monniken betrokken die heilwensen uitspreken om de zielen van de overledenen tot rust te brengen. Bij het jaarlijks terugkerende Obon-festival zal men ook proberen voor onbekende doden te zorgen, opdat ook zij uiteindelijk rust zullen vinden. Er is het gevaar dat uit de zielen van mensen die onverwacht overlijden, dodende wezens zullen voortkomen, die de weg in de kosmos zijn kwijtgeraakt. Deze dodende zielen zijn gevaarlijk. Ze verschijnen in dromen en vallen kinderen lastig. Psychiatrische verschijnselen bij Japanners worden vaak toegedicht aan de werkingen van dit soort dodende wezens, die bezit nemen van iemand die er even niet tegen bestand is. Mensen in isolement bijvoorbeeld zijn gewillige slachtoffers voor deze gevaarlijke wezens. Deze gedachten spelen bij sommige conservatieve Japanners nog wel eens als het gaat om mensen die afkomstig zijn uit Hiroshima en Nagasaki. Ook daar zijn vele dodende zielen ontstaan door de bombardementen en die vallen de omwonenden van die gebieden en hun nageslacht nog steeds lastig. Nog afgezien van de gevolgen van de nucleaire schade die de voorouders van deze mensen zouden kunnen hebben opgelopen. De plekken van de tsunami en van de kerncentrales zullen tot plaatsen worden waar veel spoken rondhangen. Monniken zullen proberen de verontruste zielen naar het paradijs van de Boeddha Amida te leiden, die staat hier rechts van mij, waar ze een bestaan van groot geluk tegemoet zullen gaan. Het paradijs van Amida, Amitabha,
zo koud die hemel, is namelijk een wereld zonder dukkha, zonder leed. En vinden daar uitsluitend gelukkige geboorten plaats. Dat betekent ook dat in Sukhavati geen vrouwen worden geboren. Dan zou men zeggen, weer discriminatie van vrouwen, het ligt net even anders. Hiermee wordt impliciet toegegeven dat een bestaan als vrouw ingewikkelder is, met meer leed gepaard gaat, dan een bestaan als man. Men wordt daar wedergeboren in een lotusbloem die opbloeit voor het gezicht van de mediterende Boeddha Amida. En als die lotusbloem opengaat, daarin wordt het wezen dan geboren. En het eerste wat het wezen ziet, is dan het gezicht van deze mediterende Boeddha. Op Chinese en Japanse begraafplaatsen staan op de herdenkingssterrens soms alleen maar mannennamen. Waardoor bezoekers soms denken dat daar alleen maar mannen begraven zijn en vrouwen eenvoudig weggegooid worden ofzo. Maar dat is niet het geval. Iedereen krijgt bij de begrafenis een andere naam. En ook vrouwen krijgen dan vaak een mannennaam. Ook voor wezens die het paradijs van Amida mislopen en per ongeluk in de hel belanden, is er nog hoop. De Bodhisattva Jizo heeft zich dat toegelegd zielen die in de hel zijn beland te redden en alsnog naar het paradijs te brengen. Hij heeft ook die zorgt voor geaborteerde kinderen en ook hun zieltjes brengt hij naar de hemel, opdat ze geen nare, dodende geesten worden. Er zal nog een andere groep kamis ontstaan, geesten. De 50 helden, volgens de media gaat het inmiddels over 700 mensen, die nu bezig zijn de problemen met de kerncentrales op te lossen, zullen mogelijk snel sterven door de hoge dosering radioactiviteit waaraan zij worden blootgesteld. Zij worden gelijkgesteld aan de belangeloos strijdende samurais van voorheen. Ze zullen een heldenstatus verkrijgen en over 50 jaar, zo'n 50 jaar, zal er beslist een heiligdom staan waar hun zielen worden herdacht. Sommige van hen zullen ook een eigen heiligdom krijgen in de dorpjes waar ze vandaan komen. Hun grote geest zal daar worden herdacht. In de Butsudans, de huisaltaren die de doden gedenken, zullen hun namen voortleven. Als kamis en als bodhisattvas zullen ze voortleven. Omdat zij, wat zij voldenken, getuigd van ongekende wijsheid en mededogen. En dat zijn in het boeddhisme hele hoge idealen.